Dit is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week onder meer de renovatie van de Prinsessenbuurt in Loosdrecht en brevettendag voor de duikers van de Gooise Onderwatersportvereniging. Maar nu eerst Scouting Olaf weer op volle kracht. We zijn hier bij Scouting Olaf in Naarden. En meneer Boekema, er is iets speciaals. Vandaag vieren wij de opening van ons nieuwe pand. 3 jaar geleden is ons oude clubhuis tot op de grond afgebrand. Dus de afgelopen 3 jaar zijn we met aannemers, architecten, maar ook met de hele groep en eigenlijk met de hele gemeente bezig geweest om tot een nieuw gebouw, een nieuw clubhuis te komen. En vandaag vieren we de opening van het gebouw. Hoeveel hulp heeft u hierbij gekregen? Ja, in aantallen mensen weet ik het eerlijk gezegd niet, maar we zijn hier wel echt met een hele grote club mee bezig geweest. Wat ik net zei, echt een aannemer die een gebouw bouwt, daar hebben we zelf geen verstand van. Wij hebben verstand van boten. En we hadden ook gewoon echt professionals al voor de ontwerp en de constructie. En we hebben eigenlijk zoveel mogelijk geprobeerd om de gemeenschap erbij te betrekken. Zoveel mogelijk Gooise Meren als onze uitvalsbasis. En vandaag is er een speciaal feestje. Zeker een speciaal feestje, omdat we nu na 3 jaar officieel de bouwfase kunnen afronden. Dus het dak zit erop, het gebouw zit dicht, het is warm en de toiletten doen het. Dus technisch is het helemaal klaar. We willen het graag aan de leden nu geven. En nu zullen we de komende maanden en jaren aan de slag moeten om van het gebouw echt een clubhuis te maken, echt een huis te maken. Wat organiseren jullie hier allemaal? Nou, wij zijn een waterscoutinggroep. Dus dit gebruiken wij, dit is onze belangrijkste uitvalsbasis. En vanuit hier gaan wij met onze jeugdleden van 11 tot zo oud als, of zo jong als mensen elkaar zichzelf vinden. Elke week gaan we het water op. Dus heel veel zeilen, veel spelletjes doen. En vooral heel veel avonturen met elkaar beleven. Wij zitten hier al 40 jaar, of misschien zelfs al langer, 45 jaar officieel zitten wij in Naarden. Eigenlijk zijn we voor heel de gemeente Gooise Meren. En wij willen zo'n laagdrempelig mogelijke groep zijn als dat we kunnen zijn. Dus wij willen scouting aan kunnen bieden aan iedereen. Gezinnen met minder geld kunnen zich ook melden bij u? Daar kunnen we altijd over praten. Want wij vinden het belangrijk dat kinderen ook in deze tijd en ook in Gooise Meren opgroeien. Heel veel leren en heel veel lol maken. Er is maandagmiddag 10 juni een ontploffing geweest bij een huis aan de rand van het centrum van Hilversum. Rond 4:30 ontplofte iets aan de voorkant van de woning aan de Roosendaalstraat, meldt de politie. Door de knal is de voorkant van het huis beschadigd geraakt. De straat is afgezet en de politie doet onderzoek. Of ten tijde van de explosie mensen in het huis waren wat het doelwit was, is niet duidelijk. Er zijn in ieder geval geen gewonden gevallen, laat een politiewoordvoerder weten. Via X vroeg de politie getuigen zich te melden via 0900 8844. En ieder die informatie heeft over de zaak, kan de politie bereiken. Er is eindelijk van start gegaan met een opknapbeurt van de Prinsessenbuurt in Oud-Loosdrecht. Wethouder Kruid verrichtte de symbolische starthandeling. Door de coronatijd en de tijdelijk nogal penibele financiële situatie in de gemeente werd dit werk steeds weer uitgesteld. Maar nu gaat het toch eindelijk gebeuren. Het rioleringsstelsel wordt vernieuwd en de bestrating en de groenvoorziening worden vernieuwd en opgeknapt. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Dit toch wel belangrijke moment voor de buurt werd door veel bewoners bijgewoond en er was voor iedereen koffie en een superverse stroopwafel. Dat de open dag van de jubilerende brandweer in Bussum goed werd bezocht, hebben we in de vorige aflevering kunnen zien. De grote incidentencity, gebouwd van Lego, werd ook grondig bekeken. Maar liefst 186 kinderen, afkomstig uit heel Nederland, leverden een volledig ingevuld formulier in en hadden het goede woord bij elkaar gepuzzeld. Uit die stapel werden 3 winnaars getrokken. De eerste prijs was voor de 5-jarige Finn uit Bussum. En de tweede prijs werd gedeeld door Dex, 6 jaar, uit Huizen en Sam, 8 jaar, uit Hilversum. De plaatselijke speelgoedwinkel heeft een paar sets van deze bekende steentjes als prijs ter beschikking gesteld. Op 8 mei werd het beeld I Am Her, een levensgroot zelfportret van Marieke Ploeg, bij het oppad geplaatst. Het is gemaakt van ongebakken klei en het was de bedoeling de natuur zijn gang te laten gaan. Een experiment over vergankelijkheid, een terug naar de natuur.
De eerste week was het warm en droog weer. Op tweede Pinksterdag, 2 weken later, zag het er al gehavend uit. In de tussentijd had het wel geregend. Navraag bij Marieke leerde dat het beeld eerder was omgevallen en weer rechtop gezet door passanten en dat er ook wandelaars waren die er bloemen bij hadden gelegd. De laatste beelden van dit filmpje zijn gemaakt op zondag 9 juni. Woensdagmorgen 12 juni zat menig scholier nerveus op een telefoontje te wachten. Geslaagd of niet, of misschien nog een herkansing. De meesten kregen gelukkig goed bericht, dus kon de vlag in top met de schooltas eraan. Gefeliciteerd allemaal. En voor de herkansers, succes bij de laatste loodjes. Op deze parkeerplaats bij de Spiegelplas in Nederhorstenberg verzamelde zich een grote groep mensen die zich voorbereidden op een duik in de plas. Het waren leden van de Gooise onderwatersportvereniging en voor een deel van hen was het brevettendag voor 1 ster. Na een korte briefing werden tweetallen gevormd, want duiken gaat altijd met een buddy. Er waren 8 brevetduikers met hun buddy en nog 4 andere duo's, in totaal 24 duikers. De beginnende duikers hadden hun eerste lessen in zwembad de Zandzee gehad en maakten begin april voor het eerst een duik in open water. Dat is toch weer heel anders. Het regende die dag alleen heel hard, dus daar hebben we geen beelden van kunnen maken. Deze zondag 9 juni moesten de afzwemmers met een kompas onder water navigeren en opdrachten uitvoeren. De slotopdracht was het ophalen van een kopie van hun te halen brevet met hun eigen naam erop. Die verrassing bevond zich onder het brandweerplateau, waar het zicht vaak werd gehinderd door opdwarrelende grond van de bodem van de plas. Dat navigeren viel nog niet iedereen mee, want het duurde wel even voor iedereen de juiste route had gevonden. Wie de smaak te pakken heeft, kan in september door voor de 2 ster. Dan wordt ook in zoutwater gedoken in Zeeland. Deze middag werd afgesloten met een gezellige nazit bij een horecagelegenheid aan de plas.